Dus bankovervallers overvallen. Oh, het gaat echt helemaal verkeerd. We gaan dus bankovervallers overvallen. Hallo, guten Tag. Vandaag gaan wij dit ding eens even kijken wat ik hier maar jammer kan. Want dit ding heb ik eigenlijk gisteren gekocht. Ik heb hier echt verlopen grind trouwens. Echt, dat is niet normaal. Dus ik ga eens even buiten staan. Ik heb gelijk alweer gebeld door 10.000... Hoe heet het nou van die mannekes? En wat vinden jullie van mijn uniform nou? Eigenlijk hoort hier nog een parachute bij. Maar ja, die zet hij de keer nou niet aan. En nu kan ik hem niet eens aanzetten. Dus dat is alleen het probleem. Maar ik vind hem wel nice. Het is een beetje mijn combat uniform, zou ik maar zeggen. Echt, ik heb hier ook zo'n MK2 wapen. Ik heb dit echt een tijdje lopen grinden. Dus daar word je gewoon bang van. Oké. Kijk, nu staan we hier binnen. En waarom ik ook al naar onze CEO ga, dan kan ik hierin. En echt, de terabyte is zo chill. Je kan hier zoveel dingen mee. Je kan er allemaal van die jobs doen. En dan gaan we daar de eerste doen, de robbery. Dus daar ben ik benieuwd naar. We hebben natuurlijk van... Ja, wat je, dan hoef ik niet een keer naar mijn office toe te gaan, zeg maar, om die dingetjes op te halen. Dus dat is fijn. En wat je hier ook hebt, is een beetje een anti-air turret. Dus die kan ik misschien ook binnenkort een keertje gaan gebruiken. Dus we gaan gelijk de robbery... missie starten. We gaan dus even kijken of het een beetje goed gaat komen. Zo, en ik zet hem aan. Hoppakee. You know en security cameras. Hier in ieder geval niks, want ik moet zoeken naar... Dus waar ze een overval hebben. Dus gaan we eens even kijken, want wij gaan dus nu... Oh, kijk, daar is het al. Dus wij gaan dus nu... Dus bankovervallers overvallen. Oh, het gaat echt helemaal verkeerd. We gaan dus bankovervallers overvallen. Gaan we eens even binnenkijken. Oh ja, dit ziet er al heel leuk uit, dit. Dit ziet er echt heel leuk uit. Oh, rip die man. Oké, we moeten snel zijn, zegt ze. Want anders zijn we daar ook aan het vechten tegen de politie. En dat moeten we niet hebben. Dus dan roep ik mijn mooie wagentje op. Of zou ik met dit ding gaan? Weet je wat, ik ga met dit ding wel een keertje. Anders pak ik altijd mijn eigen wagen. Ik heb nou nog steeds dat muziekje in mijn hoofd. En als ik met dit ding rijd, dan moet ik alleen maar denken aan... Kiss, kiss, kiss. Dat zeg maar, dat nu zo komt al, dat je... Ja, dat nou helemaal dat muziekje komt, zeg maar, voor je dat ik in de bocht ga, zeg maar. Ja, het ging goed. En we zijn nu in de buurt, in de verte. Hoppakee. Zie je al de bank? Zo, die knalde ik even aan de kant. Zeg maar, dit ding is ook echt een tank gewoon hoor. Hier kom je niet doorheen. En dat is echt gewoon top. Dat is echt top. Nou, hij is best snel voor een vrachtwagen. Ik heb ook de armor ook op het 100% neergezet. Dus hiermee dit ding gaat die zomaar kapot, zou ik maar zeggen. Dus gaan we ook. Zo, die ging net goed met die auto. Ging net goed. Oh, oh, ja, gaat goed, gaat goed. Zo, kijk eens, dus zijn we nou. Oh, is dat allemaal politie, joh? Oh, dit moet toch een eitje worden? Oh, laat maar, er komt nou een hele van met een gekke minigun naar buiten. Oh, die tel met zijn pak. Oké, dan pak ik mijn gun. Oh, hij moet niet op mij schieten, want dan ben ik dood. Oké, hij is dood. Hij is dood. Pak ik even mijn andere gun erbij. Oh, de politie is ook nog. Oh, ik heb meelijden met die agenten. Oké, waar zijn die bankrobbers? Oh, daar. Ja, die mensen hier, die denken van, huh, er komt nou een heel iemand anders binnen en die steelt het van hun. Oh, we moeten wel snel zijn, want de politie komt eraan. Zat ik een politieauto in de fik? Oh joh, alle politieagenten staan hier buiten. Ik kom er zeker niet één. Maar gelukkig heb ik op zich al sterke wapens bij me. Zo. Oh, hij heeft het overleefd, die agenten. Ik moet eigenlijk wel echt weg hier, want ik denk als ik zo blijf vechten dan... Ik stap maar snel in. Ik ga maar heel snel instappen. Nou, mijn karakter doet het lekker rustig aan te zien.
Oh, die geven wij nou echt gas hoor. De politie redden? Ja, natuurlijk, die volgen ons natuurlijk. Ja, dat wordt wel een probleempje. Want ja, dit ding gaat wel snel, maar die auto's van de politie gaan toch wel wat sneller dan deze. Dat is wel zo, maar deze is wel sterker, dus ze kunnen mij niet pakken. Oh, ze gaan nu allemaal de verkeerde kant op. Oh, dat is echt top gewoon, dat is echt top. Oh, ik rijd ook op dat hij mij niet ziet. Ah, hij ziet mij toch. Helaas. Helaas, hij ziet mij. Dat vind ik heel jammer. Gaan we die politieagent ervoor even ontwijken? Want ik heb toch liever niet dat hij mij... Gaat hij wel deze kant op? Ja, ik kan hem nou wel omkeren, maar... Oh, hij gaat toch deze kant op? Wat doet die agent? Oh, die heeft echt 10.000 IQ. Let's go. Dus gaan we eventjes die gangwijkjes in. Hopelijk gaan we niet op mij schieten. Dus ik denk dat dat veel gaat uitmaken, maar alsnog. Oh, die vrachtwagen gaat in één keer de andere kant op, dat moeten we ook niet hebben. Kijk, lift to the drop-off. Dus nu hoop ik dat eigenlijk andere spelers niet leuk komen doen. Dan hebben we het easy geklaard. Eigenlijk, dat vind ik dan wel goed, dat we het dan gewoon even hebben gedaan. Ik moet even, gewoon, moet je naar dan, gewoon iemand die even een hele bankoverval voorbereid en die gaat hem nou doen. En dan komt er even iemand anders aan, een andere crimineel, dus in dit geval ik. Kom dan even langs. Hoi, ik pak even jullie goud af, ik schiet jullie allemaal dood. En we zijn ondertussen ook alweer bijna... bij de drop-off. Het is wel geniaal dat het lekker op het strand zit. Dan kan je gelijk naar het strandje toe als je dit helemaal hebt gedaan, toch? niet dat heel de wereld van politie net achter je aan zat, maar oké. Okay. Het is GTA en het blijft GTA. Er komt geen onderzoek die... die komen er echt niet achter dat ik er ben geweest. Kijk eens aan. Delivered. Kijk, ik heb ondertussen ook alweer bijna 1 mil op de bank, dus dat is lekker. Nou, ik weet dus niet wat ik nou eigenlijk moet kopen, want ik wil eigenlijk niet de Oppressor MK2 kopen, want ik vind dat ook weer zo, als ik dat ding koop, dan, zie ik eigenlijk mezelf meer als een griever, zeg maar. Kijk eens aan, dan zijn we alweer bij het vliegveld. We gaan even richting mijn dansclub. Dan zet ik hem weer even daar neer. Want ik heb net zojuist weer, volgens mij weer een melding ontvangen dat mijn kluis weer is gevuld. Dus dat is altijd wel lekker om mee te nemen. Dus daar rijden we even naartoe. Kijk eens aan. En nu zijn we bij de nightclub aangekomen. Mijn dansclub. In ieder geval hier staat ook alweer 100k. We gaan deze ook gewoon nog eventjes verkopen. Dan moet ik even naar mijn basement toe. Zo. Ik denk als we die verkopen zitten we al echt misschien net op het randje van 1 miljoen dollar. Dat we dat hebben. Dus dat is wel lekker. Even kijken waar de lift mee heen brengt. Kijk eens aan. We zijn nog gelijk aangekomen. Even kijken. Ja, hey, kijk, hier staat mijn beveiliger nu. Zo, dan zal ik eventjes de cel aanzetten. Kijk, zoals je ziet, ik heb echt al 5 mil verdiend met, het, hoe heet dat, met de nightclub. Dus echt, het gaat zo hard als je die, hoe heet dat, die populatie hoog houdt, die populariteit. Nou, dan verdien je echt veel geld. You'll be dealing with an actual person this time. Make the first two drops, then go meet the buyer's people to deliver the last of the goods. And look out for anyone nasty. The buyer thinks they're being tracked. Oh, dat is gezellig. Wat hij nou vertelt. Dus we moeten dus ook onze ogen open houden. Want het zal best kunnen dat er dadelijk iemand tegen gaan komen die. Die ons toch onze verkoop iets wil tegenhouden, zeg maar. Dus dat moeten we niet hebben. Gelukkig gaat mijn busje lekker snel. Dus het komt echt wel goed. Er zit gewoon een flinke gun op, dus er kan niks gebeuren. In ieder geval zou ik zeggen. Dus ik ga ervan uit dat het gewoon goed gaat komen. En ik heb trouwens ook weer nieuws, want volgende week heb ik alweer flink wat diensten. Het zou misschien kunnen dat ik vrijdag een livestream ga inplannen. En anders zaterdag. Dus dan is er kans dat er aankomende vrijdag geen, geen video komt. Zo, ik kreeg echt een tia als ik toen ik dat zei. Maar ondertussen zit die gast nou ook achter mij aan. Dan denk ik van waarom zit die achter mij aan? Dan
vraag ik me af, waarom zit hij die nou achter mij aan? Ik ben gewoon heel lief. Ik wil gewoon mijn supplies droppen om geld te verdienen. Of ik wil naar die Millie. Zo, dan gaan we hier af naar... Oh kijk, we zijn er maar met één iemand anders naar de server. Net was het heel druk en nu is het denk ik gewoon niet druk. Het scheelt dat ik nog geen hacker of zo heb tegengekomen. Want vaak heb je hacks die TP dan naar mij en schiet mij weer met een of andere gek hacked kun of zo. En dan ben ik weer dood en dan schiet ze mij altijd weer dood. En dus probeer ik hun te killen, maar het lukt niet. En dan word je altijd helemaal agressief van. Ik vind het wel een beetje spannend dat we iedere keer achter mij aan zitten te rijden. Zo, dan zal ik even deze kant op rijden. Zal ik even hier naar boven gaan. Even een bommetje erop hier. Met trouwens twee, dan weet ik zeker dat hij doodgaat. Ik hoop het. Please, laat hem doodgaan door mijn bom. Ja, ja, ja. Hij is gekild door mijn bom. Echt top. Ja, we moeten nou wel een stukje rijden. En we zijn bijna aangekomen bij de laatste drop-off. Er zit de hele tijd een Merwede gast achter mij te rijden. En die is echt zo ontzettend slow. Kijk, dit vind ik dan wel jammer van die bus. Hij ziet er heel stevig uit, maar het valt er gewoon mee. Eigenlijk niet dat er schade echt komt, maar het is meer gewoon de beuk. Meer. Denk van, daar had ik wel iets meer van kunnen verwachten eigenlijk. Dus dat vind ik dan weer wel jammer. Kijk, dus we zijn dan bijna bij de top, want die zit echt gewoon het einde van deze straat. Dus dan gaan we eens even kijken. Want ze zeggen dat ze worden getracked. Nou, dat heb ik ook al gemerkt de hele tijd. Ook dat ik word getracked. Kijk eens aan, hier moet ik zijn. Is het ook Merweller hier? Is er geen Merweller? Hallo. Ook moet. Ik kan ook niet meer in mijn bus. Oké, nu moet ik wel met Merweller gaan knokken. Met mijn eigen wapens. Dat komt wel goed hoor. Ik heb sterke wapens bij, dus er kan niks gebeuren. En ik moet haar beschermen. Gelukkig heeft zij nog guards. Even kijken hoor, waar zijn die gasten? Die komen deze kant op nu. En nu in één keer een 911 bellen. Kijken wat ze doen. Maar ja, dan gaan ze denk ik ook op haar schieten. Omdat zij ook schiet. Oh. Oh, waarom pakt hij die mijn gun niet? Uitstappen heeft heel veel zin, want ik schiet jullie gewoon af. Kijk, die heb ik. Ik schoot ook gewoon random die kant op. Oh ja, de minigun nog van net. Van die bankoverval heb ik nog. Oh, dat is echt wel nice eigenlijk. En zijn er nou een spel mee aan het spelen of zo? Ik weet niet wat we aan het doen zijn. Even kijken, komt hij deze kant op? Zeg please, wel wel. Er komen nog meer van die gasten. Hoeveel van die gasten komen wel niet deze kant op? Dat is echt niet normaal. Hoppa, die ook neer. Kijk, dan rijden ze weer een rondje eromheen, hè. Dat is heel irritant. Misschien dus rijden ze weer omheen en dan is die kant op en die vrouw die denkt, oh help, help, help. En ik sta hier gewoon rond te lopen naar die gasten toe. Ik schiet ze kapot. Oh ja, ik heb natuurlijk allemaal van die teergas en al. Dat was ik even vergeten dat ik dat nog had. Oké, die heb ik natuurlijk ook nog, maar die heeft niet zoveel ammo. Oh, dit wapen is mijn favoriete wapen die ik nou in mijn hand heb. Die schiet lekker. Oh, ik loop precies midden in dat ding. Leave the area, nou dat komt wel goed. Kijken hoor, kan ik hun jeepjes gebruiken? Zou ik die kunnen gebruiken? Nee, tuurlijk niet. Kijk, you protect my assertion and most importantly my deliver. Nou, hier zie je gewoon blijkbaar
dat ze niks om de persoon, ja, in ieder geval minder om de persoon geven dan aan de supplies, aan spulletjes. En dan rijden we zo snel mogelijk die kant op. Ik ben blij dat de politie niet achter mij aan is gekomen. Kijk eens aan, en dan hebben wij nu bijna een mail. Dan zeg ik al, mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker een duimpje omhoog te abonneren. En dan zie ik je later bij een nieuwe video. Later.